Welkom bij deze korte tutorial hoe ik een Porsche GT3 maak in Minecraft met framed blocks. Ik ben hier dus op de parking bij mijn houtfabriek van de Minecraft Create Series. Het kan waarschijnlijk wel beter, maar ik heb mijn best gedaan. Dus laten we maar materialen gaan halen. Ja, ik heb alle blokken verzameld, dus laten we maar terug op de parking gaan en kijken naar de materialen. De bovenste rij zijn de colored blocks. Dan de tweede rij zijn de slab variants die we gaan gebruiken. En dan de derde rij zijn de stair variants die we gaan gebruiken. En een hammer kan van pas komen als ik blocks misplaats. Dus we starten met de wheelbase. Hij wordt 3 breed en 5 lang. Dan gaan we ook een zetje plaatsen in het min. Dan maken we de cabine met blauwe wol. Plaatsen we dubbele frame slabs aan de zijkanten. En een zwart wolblokje van achteren. Dan gaan we de onderste slabs vullen met zwarte wol. En dan de bovenste met blauwe wol. Nu gaan we de voorbumper doen met framed slice stairs en weer 2 double slabs. De splitter vullen we op met zwarte wol en de chassis met blauwe. Het volgende is de zijkant met een white bodykit, gemaakt met framed slab edges en framed half stairs. Aan de achterkant plaatsen we een upside down half stair met nog een slab corner erbovenop. En het moet er zo uitzien. Dan de achterbumper, dat zijn gewoon 6 framed slabs. En we kunnen dat gewoon weer opvullen met lichtblauwe wol. Voor de spoiler gaan we deze blocks temporary weghalen, gaan we full blocks plaatsen. En plaatsen we ook slab edges, die de connectie is. Wol breken we weer en we plaatsen de slabs weer terug. Een string voor de middenste carpet vast te houden. Dan terug bij de voorkant coveren we de wheels en beginnen we met de voorruit. Frame divided stairs, normal framed stair en frame double stairs. Voor de voorruit kunnen we gewoon de middenste bloks coveren met het glas. Van de double stairs de achterste blok. Plaatsen we aan elke kant nog een blok erachter en bij de achterruit ook. We gebruiken ook lichtblauwe wol om alles op te vullen. Dan nemen we onze string, plaatsen we op de hoogte van het glas. En dan kunnen we onze 9 carpets plaatsen voor onze Porsche 911 af te werken. Ja mensen, ik heb besloten om het in concrete te maken in plaats van wool. Voor de roof en de spoiler heb ik floorboards moeten gebruiken van frameblocks. Nou, hopelijk vonden jullie deze content leuk. Laat het weten door te liken en te subscriben. En laat ook een comment achter als jullie een verbetering zouden hebben voor deze auto. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goodbye!